Wel, voorzitter. Voorzitter, dit is een heel bijzondere AFB. We weten niet wat de impact op huishoudens zal zijn. En veel mensen zullen met grote spanning kijken hoe dit pakket gaat uitwerken de komende weken. Bij het belastingplan, bij de energiebedrijven. Want voor veel mensen zal dit een zware, moeilijke winter worden. De discussie die we gevoerd hebben vandaag is nog niet afgelopen. Hoeveel vergoeden we? En bij de begroting sociale zaken zal ik er ook zeker op terugkomen, want we hebben gewoon te weinig informatie op dit moment om te weten of mensen het bestaansminimum kunnen halen. Het absolute minimum. En we lijken er zomaar mee in te kunnen stemmen dat 500.000 huishoudens dat niet kunnen. Dat is reden tot grote zorg en betekent ook dat we keihard moeten werken bij de rest van de begrotingsbehandelingen. En energiebedrijven ook een beetje onder druk moeten zetten. Voorzitter, ik heb de eerste motie die geld oplevert. Misschien ook wel een keer goed. De Kamer gehoord de beraadslaging constateren dat mensen met een vast contract en lage energieprijzen al geprofiteerd hebben van onder andere een verlaagde BTW. Verzoekt de regering de 190 euro per maand regeling voor november en december niet uit te laten betalen aan mensen die een vast energiecontract hebben met een lage prijs. En de vrijvallende middelen toe te voegen aan het zeer magere noodfonds van de gemeentes gaat over tot de orde van de dag. Mede ondertekend door Dassen, Stoffen, Van der Plas, Kundegan, Nijboer, Matoeg, Van Raan en Assekan. Vraag van de heer Van Wijnberg. Ja, voorzitter. Ik ben een beetje bang dat dit niet kan, gewoon omdat het niet uitvoerbaar is. Maar ik deel natuurlijk volledig het ongemak van de heer Omtzigt. Zou ik mogen voorstellen dat we er nog iets aan toevoegen? Niet voor de motie, maar misschien wel voor hier. Ik denk dat er heel veel mensen zijn met een vast contract die dus straks dit geld gaan krijgen. Zullen we dan gewoon in ieder geval mensen oproepen dat als je gewoon nog een vast contract hebt en het niet nodig hebt, dat je dat gewoon lekker overmaakt naar stichtingjarige Job of noem elke andere goede doel. Want ik hoop dat het kan wat hier staat, maar ik vrees een beetje voor het antwoord. En dan denk ik wel dat we op een andere manier in ieder geval mensen moeten proberen uit te nodigen om als ze geld krijgen waar zij zonder kunnen. Ik ben zo iemand, want ik heb nog een vast contract en ik kan nu überhaupt wel zonder die 2 keer 190 euro, dat we daar iets zinnigs mee doen voor mensen die het nu heel moeilijk hebben. Voorzitter, dat is een uitstekende suggestie, maar ik meen toch, kijk, er zijn 3 groepen die ik graag had uitgezonderd. Dat is de groep met een vast contract, maar de energiemaatschappijen weten wie dat vast contract hebben. Die kunnen dat gewoon in een systeem doen en die mensen niet die 190 euro korting geven. Want dat zijn mensen, ik val er toevallig ook onder, die hebben ook nog een verlaagde BTW gehad dit jaar. Dus voor hun is de energierekening omlaag gegaan. Hoe oneerlijk is dat met de rest van Nederland? 2, ik had het ook heel graag gedaan voor de groep mensen die in een buitengewoon energiezuinige woning woont. Ik kan er gewoon niet op uit dat er straks mensen zijn die een maandbedrag hebben dat nog steeds onder de 190 euro ligt. 190 euro terugkrijgen en straks dus geld terugkrijgen op de energierekening terwijl anderen in Nederland er niet van rond kunnen komen. Maar dat acht ik misschien onuitvoerbaar. Maar als de minister dat mee wil nemen, dan zou me dat een lief ding waard zijn. Dank u wel. En de derde die ik ook mee wil nemen waren de vakantiehuisjes. Als je een tweede woning hebt, zie ik niet in waar je 2 keer 190 euro hoeft te krijgen. U voelt uw betoog. Voorzitter, de Kamer gehoort de beraadslaging constateren dat het prijsplafond bedoeld is om de huishoudens te helpen, niet de energiemaatschappijen. Verzoekt de regering ervoor te zorgen dat energiebedrijven onder het prijsplafond een vergoeding krijgen op basis van de inkoopprijs met een kleine mark-up gebaseerd op reële kosten. En gaat over tot de orde van de dag. Mede ondertekend door Stoffen, Van der Plas, Kundegan, Nijboer, Matoeg en Van Raan. Voorzitter, dan de blokverwarming. Dat gaat om 400.000 huizen. En dit zijn mensen die wonen vaak in oude flats. Daar zit 1 aansluiting en dan worden er 30 of 40 appartementen verwarmd. Maar dat geldt ook voor wooncomplexen van bijvoorbeeld gehandicapten. Daar moeten we echt iets voor vinden. Want als deze groep vergeten wordt, gaan daar hele grote problemen flatsgewijs ontstaan. Dan kunt u een voedselbank onder in de flat gaan maken. Dus los het op. De Kamer gehoord op raadslagen constateren dat vooral bij oudere appartementen, ongeveer 400.000, sprake is van blokverwarming. Constateren dat blokverwarming effectief uitgesloten is van het plan voor het prijsplafond. Verzoekt de regering bij de verdere uitwerking een voorstel te doen voor situaties waarin meerdere huishoudens bij aansluiting zijn, inclusief ook woonzorgcomplexen, kleinschalige zorghuizen zoals Thomashuizen en complexen voor studentenhuisvesting. Gaat over tot de orde van de dag. Mede ondertekend door Grinwis, Stoffen, Van der Plas, Kundegan, Nijboer, Matoeg, Van Raan, Van Wijnberg, Assekan en Inge van Dijk. U staat eronder, meneer Van Wijnberg.
Dank voor uw scherpte, voorzitter. Ik had het zelf ook nog, dit heb ik bewust gedaan. Het is wel goed, de motie zegt heel terecht dat het niet in het plafond zit. Er staat in de brief, vind ik ook wel ver, ik weet dat de heer Omtzigt dat ook vindt, wel nog dat het kabinet probeert dit te doen. En deze motie heb ik van harte mee ondertekend, omdat dit zijn niet de sterkste schouders. Ja, voorzitter, daar heeft de heer Van Wijnberg helemaal gelijk in. En voor één keer reageer ik erop, want het gaat om 400.000 huishoudens. En het zou best kunnen, als het we hier niet slagen, dat die 500.000 oploopt naar 900.000. Dit zijn namelijk mensen in oude, tochtige woningen in het algemeen. En die zouden dan uitgezonderd zijn van het energieplafond. Daar moet echt een uiterste opdracht voor het kabinet liggen, zeg ik maar. En zo zal ik hem ook interpreteren. Tot slot, voorzitter, een motie die ik al een keer ingediend heb. Maar die gaat over dat ik gewoon wil weten hoe het met de gascontracten zit. De Kamer gehoord de beraadslaging constateren dat Nederland ongeveer 19 miljard kuub gas per jaar wint in de Noordzee, Waddenzee, Groningen en Kleine Velden. Constateren dat 17,5 miljard kuub ter waarde van zeker 30 miljard euro verkocht is middel lange termijn contracten waar de Kamer tot nu toe geen inzage in heeft. Constateren dat Gasterra al het Nederlands gas koopt en daarmee doorverkoopt. Verzoekt de regering de Kamer binnen 3 weken te informeren tegen welke prijsopbouw Nederlands gas door Gasterra verkocht wordt, wat ongeveer de totale verkoopprijs is en hoeveel geld daarvan de Nederlandse staatskas dit jaar, gaat over tot de orde van de dag. Mede ondertekend door Stoffen van de Plas, Nijboer, Matoeg van Raan en Gundogan. En ik hou de motie meteen aan, want ik heb een toezegging dat we daar over een week informatie over krijgen. Maar dit is een stok achter de deur. Ik hoop dat we een zekere vorm van opheldering kunnen krijgen, voorzitter. De heer Akaya, SP. Voorzitter, ik twijfel nog over die tweede motie. Namelijk wat voor vergoeding het kabinet zou moeten bieden aan die energiebedrijven. En daarin spreekt de heer Omtzigt heel duidelijk over een markup noemt hij dat dan, ja. Volgens mij, een winstmarge. Ten eerste weet ik niet wat een kleine markup is, waar denkt hij dan aan? En ten tweede vindt hij het dan ook niet ten principale, als het kabinet niks wil zeggen over wat er met die winst moet gebeuren. Dus als ze het gewoon toelaten dat die winst op hele foute manieren, en ik heb een aantal voorbeelden al in het debat vaak genoemd, als het zo wordt ingezet, dat zelfs die kleine markup dan eigenlijk al te veel is. Ja, voorzitter, helaas moet ik toch constateren dat ook bij Eneco, wat ik verder daar ook van vind, gewoon mensen werken. En dat daar gewoon een administratie achter zit en allerlei mensen hun werk doet. Dus als ik tegen een bakker zeg, u koopt een bakker is een verkeerd voorbeeld vandaag, maar als ik tegen welk bedrijf dan ook zegt, u koopt iets in voor 1 euro en u moet het verkopen voor 1 euro, dan kun je personeel niet uitbetalen. Dus een kleine markup zou voor mij betekenen dat je een gemiddelde prijsmarkup die zij nodig hebben om gewoon hun klantenbestand. Misschien een markup die gemiddeld genomen is gelijk is aan het aantal centen dat de markup zat voordat de prijzen explodeerden. Dus als we een gemiddelde markup van 2 cent hadden, dat je dan een markup van 2 cent hebt. Dat is ongeveer waar ik aan loop te denken. Ik ben wel van mening dat wij als staat er belang bij hebben dat die energiemaatschappijen niet omvallen. Dat hebben wij bij Welkom Energie gezien, dat hebben we elders gezien. Dus ik ben niet van de afdeling, zeg ik maar, 10 miljard winst. Maar ik ben ook niet van de afdeling, ze mogen 0 kosten maken. Dank u wel. Want dan weet ik wat er gebeurt. Dan hebben we hier een spoeddebat dat we zo'n bedrijf moeten nationaliseren. En dat alle klanten naar een ander bedrijf moeten. Nou, dat drama wil ik u nog graag een keer voorkomen, zeg ik maar. Tot slot de heer Akaya. Ja, gaat gaan. Het zou een zegening voor het land zijn als wij die bedrijven zouden nationaliseren. Dat is een verschil van opvatting, denk ik. En de heer Omtzigt zegt ook van dat er geen personeelskosten betaald zouden kunnen worden of zo, als geen markup zou zijn. Kijk, in een sector als de zorg zijn winstuitkeringen ook verboden. En er werken ook veel mensen. En die krijgen ook gewoon een salaris uitbetaald. Waar ik moeite mee heb, is dat de regering aan de ene kant dus wel miljarden vergoedt. En aan de andere kant dus geen zeggenschap terug eist over wat er met die markup moet gebeuren. Dank u wel. En ik vraag me af of de heer Omtzigt dan zich geen zorgen maakt over dat er inderdaad ook bonussen worden uitgekeerd, dat dividenden worden uitgekeerd, dat de aandelen worden teruggekocht. Maakt hij zich daar dan geen zorgen over? Ja, Omtzigt. Voorzitter, daar maak ik me wel zorgen over. Maar ik wil het niet met de zorg vergelijken. En ik ga toch even de econoom spelen hier. In de zorg heb je gewoon de kostprijs en die wordt vergoed. En ik hoop trouwens ook dat zorg, een gemiddeld ziekenhuis, 1 of 2% winst maakt, zeg maar, dat hij aan zijn reserves kan toevoegen. Het is alleen maar gezond dat we, als zo'n zorginstelling een keer een klap krijgt, denk een hoge gasprijs, dat hij niet onmiddellijk aan een staatsinfuus komt. Wij verschillen van mening of je de grote energiebedrijven nu moet nationaliseren.
Als je ze al moet nationaliseren, zeg ik erbij, dan zou ik dat op een ordentelijke manier doen en niet door ze eerst ervoor te zorgen dat ze geen winst maken. Weet u, dan eindigt u ook bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens omdat je aan het onteigenen bent. Want als je tegen iemand zegt, u mag uw kosten niet meer betalen, dan gaat elke rechter gewoon een ding voor steken. Maar dan wil ik wel van de regering horen wat die markup is. Want ik deel wel uw zorg dat er geen... Dat niet moet uit tot het allerlei dividenden moet keren. Waarom ben ik tegen het feit dat er überhaupt dividenden verboden kunnen worden? Het kan zijn dat Vattenfall in Zweden winst maakt. En als Vattenfall in Zweden winst maakt, kan ik niet zeggen dat het Nederlandse gedeelte dat moet leiden tot het hele bedrijf. Maar als dat alleen voor het Nederlandse bedrijf zou gelden, dan ben ik het met de opmerking eens. Dus het Nederlandse onderdeel. Dank u wel. Ja, sorry, u heeft helemaal gelijk, voorzitter.